Vijf van de twaalf Somaliërs die vrijdagavond werden aangehouden, worden niet langer verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Drie van hen zijn aan de vreemdelingenpolitie overgedragen. De anderen, met de verblijfsvergunning, zijn op vrije voeten gesteld. Zeven Somaliërs blijven vastzitten. Het Openbaar Ministerie zal vandaag bepalen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De twaalf werden aangehouden in Rotterdam bij invallen in de Eerste Middellandstraat en de Bonaventura-straat. Ze zouden op korte termijn een aanslag in Nederland hebben willen plegen. Woonboulevard Alexandrium in Rotterdam heeft gisteren ongeveer 1500 klanten minder getrokken in vergelijking met de 8000 van vorig jaar. Spelbreken bij de traditionele tweede kerstdaguitjes naar woonboulevards waren de winterse omstandigheden en de waarschuwing voor extreem weer met gladheid.